Deze webles gaat over het onderwerp energie en behoud van energie. En in deze webles gaan we een voorbeeldopgave bekijken. En dat is een pittige voorbeeldopgave, want hij komt uit de natuurkunde Olympianen van een paar jaar geleden. En de situatie is hier geschetst. We hebben een toren en vanaf het puntje van de toren wordt een bal naar beneden gegooid met de beginsnelheid v0. En het hoogste punt is op 40 meter hoogte. Na verloop van tijd zal die bal natuurlijk op 30 meter hoogte komen. En dan blijkt er iets aparts te zijn, namelijk gezien vanaf de grond heeft die bal op dat moment evenveel zwaarte energie als kinetische energie. Van deze situatie uit moeten we gaan uh, beredeneren en proberen om de vraag te beantwoorden. En de vraag die is een beetje cryptisch. De vraag is met welke snelheid, v0, moet deze bal nu naar beneden gegooid worden? Wil deze relatie gelden? Dus dat... Op 30 meter hoogte de bal evenveel zwaarte energie heeft als kinetische energie. Nou, om dit op te kunnen lossen, moet je gebruik maken van de wet van behoud van energie. En daar heb je eigenlijk een, een standaard um, stappenplan voor. En één van die stappen bestaat eruit dat je twee situaties met elkaar gaat vergelijken. En voor de duidelijkheid noem ik de ene situatie, dat is natuurlijk de beginsituatie, noem ik situatie 1. En de situatie op de hoogte van 30 meter noem ik situatie 2. Ik ga ook al zo vast, want ik denk haast dat ik die straks al nodig heb, even de twee formules opschrijven die horen bij de zwaarte-energie en de kinetische energie. En die formules die zien er zo uit, zijn natuurlijk hartstikke bekend, want dit zijn de formules van het hoofdstuk energie. En als je het hebt over de wet van behoud van energie, dan ga je heel vaak met deze twee formules aan de slag. Om nu uh, tot een antwoord te komen ga ik eens een tabelletje maken. Ik ga een tabelletje maken waarbij ik in allebei de situaties, zowel situatie 1 als situatie 2, ga proberen te achterhalen hoeveel energie het voorwerp daar heeft, hoeveel zwaarte-energie en hoeveel kinetische energie. En het lastige uh, van deze opgave is natuurlijk dat we dat eigenlijk niet kunnen, want we weten de massa van de bal niet. En als je de massa niet hebt, dan kun je dus ook niet de zwaarte-energie en de kinetische energie uitrekenen. Maar ik kan wel iets anders zeggen, en daar ga ik mee beginnen. Ik kan namelijk wel zeggen dat uh, het voorwerp, de bal, op een hoogte van 40 meter de maximale zwaarte-energie heeft. Dus hij heeft daar een zwaarte-energie van 100 En als je daarmee begint te redeneren, dan is het ook niet heel uh, ingewikkeld om te bedenken dat als de bal van 40 meter naar 30 meter is bewogen, dat hij dan minder zwaarte energie heeft en dan kun je zelfs herleiden dat als de bal bij 40 meter hoogte 100% zwaarte energie heeft, dat dat betekent dat hij op 30 meter hoogte nog maar 75% daarvan over heeft. Nu ga ik eens kijken, hey wacht eens even, op 30 meter hoogte heeft de bal evenveel zwaarte energie als kinetische energie en als de zwaarte energie ergens 75% bedraagt, ik weet natuurlijk niet welk getal dat is. Maar ik weet wel zeker dat als de zwaarte energie 75% is, dan moet die kinetische energie op 30 meter hoogte ook 75% zijn. Want het is hetzelfde getalletje. Kan ik nu ook nog beredeneren, uitgedrukt in die percentages ten opzichte van de zwaarte energie in het hoogste punt, hoeveel kinetische energie de bal in situatie 2 heeft. En, en dat kan. En dat kan ik doen door middel van... Um, en een van de meest belangrijke formules uit de natuurkunde, zeker een VWO 4, 5, 6, en dat is de wet van behoud van energie. Want wat moet er gelden? Er is geen spreek, sprake van wrijving. Dan moet er gelden dat de bal in totaal evenveel energie heeft in situatie 1 als in situatie 2. Als ik nu eens ga kijken naar mijn tabel, dan zie ik dat in situatie 2 de bal opgeteld 150% heeft. Dat betekent natuurlijk dat in situatie 1 die bal ook 150% moet hebben gehad. En dat betekent vervolgens dat ik ook de kinetische energie in situatie 1 kan uitdrukken. Die is 50% vergeleken met de zwaarteenergie. In andere woorden. Op het moment dat ik de bal naar beneden gooi op 40 meter hoogte, heeft de bal twee keer zoveel zwaarte energie als kinetische energie. En dat heb ik, heb ik kunnen herleiden zonder dat ik weet wat de massa van de bal nu precies is. We zijn nu al een heel eind op weg naar het antwoord en nu wordt het dus tijd om de formules erbij te pakken. Want als ik dus weet dat er geldt in situatie 1 dat de zwaarte energie twee keer zo groot is als de kinetische energie, dan kan ik vervolgens voor beide Um, energieën de formules gaan invullen. Dus dan krijg ik dat m mal g mal h waarbij dus er, uh, je moet rekenen met een hoogte h van 40 meter die moet gelijk zijn aan 2 keer een half mal m mal v-kwadraat. Uh, dat kan ik natuurlijk meteen vereenvoudigen want 2 keer een half dat is 1 en die valt vervolgens weg. Dan krijg ik deze vergelijking en nu zie ik uh, dat ik links en rechts de boel kan vereenvoudigen want ik kan links en rechts m wegstrepen dus hoe zwaar de bal is maakt voor deze opgave niet uit. En dan hou ik deze vergelijking over. En nu zie ik ineens dat ik natuurlijk de waarde g weet, dat is de valversnelling, en ik de beginhoogte ook weet. En dan weet ik dus beide waarden aan de linkerkant van het is-teken. Dat betekent dat ik v kwadraat en dus ook v rechts van het is-teken kan uitrekenen. Eerst de wortel nemen van alles. Dan krijg ik de volgende, ver volgende vergelijking: v is de wortel van g/h, invullen en uitrekenen, levert dan dat de beginsnijd van de bal 20 meter per seconde moet bedragen.